Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we jullie een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 4 Black Flag. Hey jongens, ik heb geen idee wat we vandaag weer gaan doen met onze goede vriend Edward, maar wij gaan maar weer eens richting het uitroepteken. Ik denk dat Steve Bonnet wel weer wat te neuzen heeft, want nou ja, ik heb tot nu toe alleen maar missies moeten doen voor die Quibus, dus wat dat betreft. Dus even kijken. Goh, wat is het druk jij hier? Is er een bijeenkomst of zo? Een rommelmarkt? De jaarmarkt misschien? Als er een jaarmarkt is, dan neem ik een mooi zwijn mee voor Steve Bonnet. En dan zeg ik, kijk, dit is je broer. Ik heb hem gekocht bij de jaarmarkt. En dan wordt hij helemaal depressief en zo. Dat gaat gewoon een ding worden. Jongen, wat een pok aan het lopen, hè. We moeten wel langs de godsnaam. Of wat is dit nou? Een zwaar ding. Nou, het zal wat. Inhuren? Vechters waarschijnlijk. Nou, dat hoef ik allemaal niet hoor. Ik zal daar een beetje roepies voor gaan betalen. Want volgens mij gebruiken ze roepies hier. Want ik heb het opgezocht voor geld. Ze gebruiken in Assassin's Creed. En ik kwam iets met roepies tegen ofzo. Dus het zal wel... What the fuck? Wat moet ik bij dit klooster slash kasteel slash gigantisch deurpaleis dingetje doen? Dus even kijken. Mijn heer Walpole neem ik aan. Oh god, is dit niet dat met dat... Met die, oh god, hoe heet die nu ook alweer? De gouverneur, oh, ja, zo was het. Want nou, we hebben zo'n pakje aangetrokken van die Quibus en zo. En volgens mij was er ook nog wat over in de vorige aflevering. Dus het zal wel. Oké, dankjewel jongens dat ik even naar binnen mag. Slaat ook zomaar iemand binnen met allemaal zwaarden en alles. Zie je legit. Nieuw doel, ga naar het terras. Oké, shit, wat een pok aan het lopen hier, ja. Ja, ik ben een sluipmoordenaar. Als je er niet oppast, dan ga ik jou even sluipmoorden. Ja, dat is een werkwoord, hè. Sluipmoorden. Een sluipmoordenaar die sluipmoorden. Ik sluipmoord, hij sluipmoorden. Ja, hè. Gewoon fucking Nederlandse les hier. Nou, lopen ze een beetje door. Gaan ze nog kilometers lopen, man. Animus Database. Huis van de gouverneur. Oké, wat een paleis heeft die Quibus, zeg. Holy shit, man. Die gasten waarschijnlijk flink geld zitten verdienen hier. Nou, op wat schieten jullie? Arme zielige konijntjes. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan Walpole? I am indeed. Inderdaad, meneer, met het lelijke gezegd. Ik noem u vanaf ik noem u vanaf nu Darth Vader. I'm sorry. My wife. Die gast is echt creepy met dat litteken zo van I am Darth Vader. She called you devilishly handsome. Ga me nou niet vertellen dat je maar alleen voor die meuk hier naartoe op zit te komen, want in dat geval ben ik niet meteen weer weg. Jongen, jongen. Nou, dan hebben we ook Zorro. Nou. Jongen, je ziet eruit als Zorro, oké? Doe een lol. Zeg niet. Wat ik moet doen, meneer Zorro, want ik neem geen bevelen aan van Zorro, dus ik heb geen idee waar ik het over heb. Ik raam onzin uit zoals gewoonlijk. Oh god, schiet de doelwitten neer. Oké, wat is schieten dan? Wapenwiel. Oké. Oh, oh god. Bam, dat is richting zijn bakkes. Bam, recht is een bakkes. Bam, recht is een bakkes. Even kijken. Yo, jij ook dood. Oh, laden, oké. Okay. Nou, dit weer uren natuurlijk. Ben ik even blij met die pistools tegenwoordig. Pistools, pistolen. Wel even goed Nederlands praten, hè, Ronald? Kom je een stuk verder mee, even kijken. En... kan ik raak vanaf hier? Ja, dat kan. Even kijken. Bam. Goed zo. Druk op M, ik doe het neer te schieten met je pistool. Oh, wat? Lol. Net doorgaan. Ik heb geen zin om meer meuk neer te schieten hier. Ik heb wat beters te doen. Stelen, liegen en sluipmoorden. Bijvoorbeeld. Hier, daar is een vogel. Dan moet hij dus een uitkijkpost zijn.
Where did you find all these? Zit dat voor dingen? I did not find them. I took them. These are souvenirs. Oeh, van de dier dat een arts is. Oh, wat leuk. Heb je nog een knuffel olifant of zo? Oké, nou, souvenirs. Volg de gastheren. Prima. Ik denk dat dit weer zo'n neuzelaflevering gaat worden, jongens. My god. Druk alvast even op het groene duimpje. Je helpt me er echt enorm mee, jongens. Ik ben echt geen groene duimpjes hoer of zo. Nee, maar ik vind het gewoon zo fantastisch om te zien dat jullie het gewoon leuk vinden. En het doet mij echt, echt heel erg goed. Het maakt mijn dag, zeg maar. Oké. Okay. Nou, loop eens een beetje dorst, een beetje bejaarden. Moet ik ook nog even een looprek voor jullie regelen of zo. Het schiet niet op, dat. Heeft Edward nou een pistool bij zich of zo? Dat is wel heel cool. Oh my god, Cap. Oh, lekker. Die vindt Quibusje vast wel leuk. Voer verschillende sleupmannen uit. Oh, oké. Druk op X om vlakbij het doelwit hem te vermoorden. Oké. Tjaga, what the fuck? Zet het messen of zo die hij heeft gekregen of zo? Dat is wel chill. Laten we eens kijken. Wat voor messen heeft hij dan? L om naar de hooistapel te gaan. Oh, oké. Ik moet naar de hooistapel. Oké. Druk op X om iemand... Wat de fuck? Druk... ja, god, ik kan toch zo niet lezen, man. Oké. Tjaga. Oh, epic. Of epic? Ik kan geen Nederlands vanochtend. Ik weet niet wat het is. Ik ben gewoon schril. Ik moet nog mijn mensen vermoorden. Tjaga. Of niet? Jongen, kijk, hij heeft gewoon messen. Check dit. Oh, epic. Wacht even, ga eens even naar achter staan. Ja, check dan. Hij heeft gewoon messen, jongen. Dat is gewoon epic. Even zien. Gaat dus twee burgers staan om je te verstoppen. Valt ook echt niet op of zo. Hallo, meneer de zandzak. Jack. Oké, goed zo. Die is dood. Hij valt ook echt zo doodleuk neer, hè. Valt ook allemaal niet op of zo. Gaan ze mij gewoon nou allemaal lesgeven in sleutmoordactiviteiten? Want zo ja, dan hoef ik dat niet. Ik weet heus wel hoe ik... een mes moet gebruiken of zo. Oh, moet ik nou vanaf het dak of zo? Oh ja. Yo, grappig. Ik ben echt een ras sluimman. Dat is ook echt moeilijk. Bam, zo. Mars dood. Het is een zak met stroom, maar goed, dat doet het niet toe. Kan ik niet even dit op echte doelwitten uitproberen of volg de gastheren alweer? Wat gaan ze me nu leren? Hoe ik een duif moet klaarmaken of zo met eten? Ja, ga maar door. Moet koken of zo, gaan ze me kookles geven. Want zo, ja, dan ben ik helemaal weg. Doe ik de extra hete pepers in. Eens kijken of dat nog zo lekker smaakt, hè? And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's or a pending acquaintance like myself? Gouverneur? Is dit niet een van de gouverneuren dan of zo? Ik dacht dat dit een van hun de gouverneur was of zo. Maar ja, de ene is zo en de ander lijkt op Darth Vader. Dus nou ja, anders zou Havana wel een hele trieste gouverneur hebben, dus wat dat betreft. Is she here in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know. Oh, de ene is een kapitein. Oh. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. Oh my god, wat een mooie fontein. Dit is echt een fucking mooi huis hier, jongen. And how did you deal with that kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice. Hey. Hoe durf jij een piraat zo dom als een aap te noemen? Jack Sparrow is niet dom. En ik ook niet, want ik ben een piraatsluipmoordenaar, ja, of sluipmoordenaar. Ik ben een sluipmoordende piraat, ja. Of zoiets. Of een kruis tussen een sluipmoordenaar en een piraat of zo. Something like that. Nou, is dat een gouverneur? Het ziet er wel zo uit, het is een olle zak, dus wat dat betreft. Ja, ik heb een vertraging en zo. Lekker band, dat soort dingen allemaal. Op een schep, jawel. Kapot zeil dat of zoiets. En een kraakglas bestond nog niet, dus daar moest ik eerst op wachten totdat het werd uitgevonden en ja. Items. The fuck, is dat voor ding?
The fuck? Dat is een fucking Rubik's Cubus. Jezus. Waarom heeft Edward die hele Rubik's Cubus nou meegenomen? Wat is dat voor speciaal iets of zoiets? It's a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. Jongens, dat is een stoere ridder die er staat. Holy shit, man. Dus die is wel epic. Er even zo'n vogel vliegen. Dan moet hier ergens van die uitkijkpunten zitten, volgens mij. Van die synchronisatiepunten. Die voor het water. Nuttigen of zoiets, ja. England, France, Spain. Citizens of sad and corrupted empires. Gaan we nog eens een keer wat boeiends doen? Mensen omleggen of zoiets? Ik wil even 1v1 doen met die ridder van je. Mark and remember our purpose. To guide our wayward souls till they reach the quiet road. The fuck. To guide our wayward desire. Jongen, gaat hij nou gewoon die mensen tot huwelijk vragen? Oh my god, dit is zo fout. Oh, ik krijg er ook een. Oké, verpatsen. Ik heb niet zo'n tank nodig. Die ga ik gewoon verkopen. Omsmelten. Daar kreeg ik geld voor. Geld. En wat moeten we doen? Moeten we luisteren naar hun geklets of zo? Stelen. Oké, geef maar. Geef maar. Geef het maar even. Dankjewel. Ik heb gewoon 254 shilling. Yes. Incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that would grant us the power to locate. Nou, gaan we een beetje rondkijken hier dan ondertussen dat die mensen allemaal gaan neuzen over helemaal niks. Oh, mooi plat. Oh, prachtig. Boring. Doet, gaat het met jou? Hallo. Ishwa. Ben jij mijn mattie? Ben jij mijn gozer of mijn gabbertje? Jee, rondjes draaien. Jee. Gaat het met jou? Gaat goed? Gaat alles lauw? Gaat alles puik of zoiets? I don't know. Ik ga eens even kijken naar die schatkist. Ziet hier ergens een schatkist of zo? Oh, wat? Ik kan er niet uit. I want to get out of here. Oh, ik kan niet weg hier. Oh, sad face. Oh, wat is dat nou? Oh. They will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for me. Wat moet hij met die Rubik's Cubes of zo? Verzamelt hij die kringen of zo? En is dit een of andere speciale limited edition of zo? Ik weet het ook allemaal niet, ja. Until then. De wijsgeer. What the fuck is een wijsgeer? Oh jee, zuipen, geef dat maar. Nom 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 nom. Lekker proost. Proost! Jee, wijn. Oh, missie voltooid. Oké. Bestel alle tempeliers. Moest ik dat doen? Of voltooi de schietuitdaging van Woods Rogers. Oh, nou ja, dat heb ik ook niet gedaan, want dat was echt gewoon super saai geweest waarschijnlijk. Want ik weet nog hoe ik moet schieten. Eens even kijken. Oké, nou door. Gaan dan maar, hè. Nou, 80% moet ook een keer kunnen. Rest well, Duncan. Tomorrow the treasure fleet. Ja, zal ik zeker doen. Wat rusten allemaal. Ik ga slaapjes doen. Ja, dankjewel. Oké, prima. Maar goed, jongens. Kan ik het hierbij laten of moet er nog allemaal meuk gaan gebeuren ofzo? Ja, ik kom morgen naar de haven. Ah, er gebeurt nog wat. Ik zei het toch? Als je wil afsluiten, dan gebeurt er altijd nog wat boeiends. Ah, kijk, ze hebben me buiten de deur gezet. Oké. Oh, dat ja, waar ik die suiker heb gestolen. Ah ja, natuurlijk. Tenminste, of was dat een vocht of zoiets? Nou, het zal wel. In ieder geval, jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Holy shit, 500 roepies, dat is nice. Maar goed, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet om een like achter te laten als je deze aflevering leuk vond. Het doet mij echt zoveel dat jullie je support zo goed en fantastisch mooi achterlaten. Je kunt altijd ook nog even abonneren en dan zie je alle nieuwe afleveringen van Assassin's Creed automatisch in je subbox. En je kunt me volgen op Twitter, @ShadowGames23, want daar zie je altijd wanneer de nieuwe video's worden geüpload en al die meuk. Dus bedankt voor het kijken, dat was echt de faalste outro ooit. Maar goed jongens, tot de volgende keer en dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen!